De orthopedisch-chirurg heeft u een halve knieprothese geadviseerd. Maar wat kunt u nu precies verwachten en met wie heeft u allemaal contact voor, tijdens en na de operatie? Dat leggen we u uit in deze voorlichtingsfilm. Uw eerste afspraak is bij de orthopedisch-chirurg die de operatie uitvoert. U heeft slijtage aan de binnenkant van de knie. Als u foto bekijkt. Ziet u dat aan de binnenkant van uw knie, tussen boven- en het onderbeen, het veel smaller is aan de binnenkant dan aan de buitenkant. Die ruimte is normaal gevuld met kraakbeen. Dus hier aan de buitenkant heeft u normaal kraakbeen en aan de binnenkant heeft u veel minder kraakbeen, is een slijtage aan de binnenkant van de knie. En daar hebben we een goede oplossing voor, dat is een uniknieprothese, ook wel halve knieprothese genoemd. En hierbij wordt alleen het binnenste deel van de knie, dat versleten is, vervangen terwijl de rest van de knie dat geen slijtage vertoont behouden blijft. En een voordeel van de uniknieprothese is dat je beide kruisbanden behoudt en daardoor behoud je een natuurlijke beweging van de knie en ook een natuurlijke gevoel na de operatie. En bovendien is de revalidatie relatief kort. Ik heb een model meegenomen. Dit komt in die onderbeen. Dan komt hier een schijfje tussen boven het onderbeen en dan zit dit in bovenbeen. De orthopedisch chirurg geeft u voorlichting over de versleten knie, bespreekt uw röntgenfoto en geeft u uitleg over de halve knieprotheseoperatie en over het herstel en de revalidatie. Vervolgens heeft u een afspraak met de doktersassistent. De doktersassistent kijkt wanneer zij de operatie kan inplannen. Zij vult samen met u op de computer een lijst met gegevens in. Zij bespreekt met u de opvang na de operatie en waar u rekening mee kunt houden. Ook krijgt u informatiefolders mee. Wanneer de operatiedatum bekend is, plant de doktersassistent drie afspraken met u in. Een gesprek met een orthopedisch verpleegkundige, een bezoek aan de voorlichtingsbijeenkomst en een gesprek met de anesthesioloog. De vierde afspraak, de afspraak met uw eigen fysiotherapeut, regelt u zelf. De volgende afspraak heeft u met de orthopedisch verpleegkundige. Zij neemt met u een vragenlijst door. Ook bespreekt zij met u uw conditie, de voorbereiding op uw verblijf in het ziekenhuis, de operatie en het regelen van de zorg na de operatie. Daarnaast krijgt u informatie op papier mee. Op de Polykliniek Anesthesiologie heeft u een gesprek met een anesthesioloog of een medewerker pre-operatieve screening. Hij vraagt naar eerdere operaties of u allergisch bent en naar uw medicijngebruik. Ook krijgt u een lichamelijk onderzoek. Samen met de anesthesioloog bepaalt u welke verdoving u krijgt. De gegevens van dit gesprek en van uw onderzoek krijgt u mee op papier. Als voorbereiding op uw operatie krijgt u van uw fysiotherapeut een schema met oefeningen die u thuis voor de operatie oefent. De oefeningen vindt u ook in de brochure. De oefeningen zorgen ervoor dat uw spieren sterker worden, daardoor herstelt u sneller. Het is tijd voor uw ziekenhuisopname. U meldt zich bij de verpleegafdeling en wordt naar uw kamer gebracht. De opnameverpleegkundige laat u uw kamer zien. Ze vraagt naar het telefoonnummer van uw contactpersoon en vertelt u hoe laat u geopereerd wordt. U krijgt de operatiekleding. En uw bloeddruk, hartslag en temperatuur worden gecontroleerd. U tekent zelf een pijl op de te opereren knie. Wanneer het tijd is om naar de operatiekamer te gaan, haalt de verpleegkundige u op en rijdt u naar de operatieafdeling. U komt eerst in de voorbereidingsruimte. Hier wordt u ontvangen door de anesthesiemedewerker en de anesthesist. U krijgt een bloeddrukband, een infuus met de eerste dosis antibiotica. En een slangetje in uw blaas. In het spaarne gasthuis staat veilige zorg voorop. Vlak voor elke operatie is er een time-out procedure met het hele operatieteam. Dit is een veiligheidscontrole. Het team controleert door middel van een vragenlijst alle belangrijke gegevens met u. Vervolgens controleren de chirurg en het team samen met u of u de juiste knie met een pijl heeft aangegeven. Op de operatiekamer wordt u aangesloten op de bewakingsapparatuur en krijgt u de verdoving. De operatie duurt ongeveer een uur. Na de operatie wordt u naar de uitslaapkamer gebracht. U blijft hier tot u goed wakker bent. Daarna gaat u naar de verpleegafdeling. Op de verpleegafdeling bellen we uw contactpersoon. De verpleegkundige controleert regelmatig uw bloeddruk en hartslag. En geeft u pijnstilling. U mag ook weer eten en drinken. U start met een bloedverdunnend medicijn tegen trombose. Die krijgt u via een prik in uw buik. De verpleegkundige leert u hoe u zichzelf prikt. De chirurg komt bij u langs om te vertellen hoe de operatie is gegaan. Op de afdeling orthopedie werken we met de zogenaamde fast track methode. Dit betekent dat u drie tot vier uur na de operatie al. Met hulp van een fysiotherapeut uit bed mag. Hierdoor herstelt u nog sneller en heeft u minder kans op complicaties. De fysiotherapeut begeleidt u met oefeningen voor het buigen en strekken van de knie en het lopen. Van de ergotherapeut krijgt u advies over hulpmiddelen. Meestal kunt u de volgende dag naar huis. U krijgt dan medicijnen en de data voor de volgende afspraken mee. Zo krijgt u een afspraak mee voor de gezamenlijke controleafspraak zes tot acht weken na de operatie. Hierbij is de verpleegkundig specialist en de orthopedisch chirurg aanwezig. Samen met andere patiënten die ook een gewrichtsprothese hebben gekregen, worden ervaringen gedeeld. De nieuwe röntgenfoto wordt besproken en u krijgt leefregels en adviezen. U kunt hier ook een persoonlijk gesprek voeren in een aparte ruimte. Na de operatie blijft u onder controle. U krijgt een controle naar 1 en naar 5 jaar. U maakt hiervoor zelf een afspraak. Heeft u na het zien van deze voorlichtingsfilm en het lezen van de brochure nog vragen? Stel ze dan gerust. De telefoonnummers vindt u in de brochure. U kunt ook een bericht sturen via Mijnspaarnegasthuis.nl.